De Bitcoin reserves duiken weer onder de 2,6 miljoen Bitcoin. Wat betekent dit voor de koers van Bitcoin en wat kunnen wij verwachten? Allright, welkom weer bij een nieuwe Weekly Recap. Mijn naam is Sarah Rijskamp en vandaag neem ik je weer mee in de belangrijkste gebeurtenissen van afgelopen week. Natuurlijk nemen we weer even een koersanalyse voor Bitcoin onder de loep, specifiek voor Bitcoin. Want. En het is einde van de week. Het is de eerste van de maand. Dat betekent dus ook dat we kijken naar de bandly en hoe het er staat voor op het dagelijks Dus vooral de belangrijkste hoogtepunten en de technische analyse van Bitcoin is wat wij gaan bespreken. En natuurlijk nog misschien zelfs een interessante pre-show. Alright, laten we niet langer wachten. Laten wij beginnen. Yes, alright. De Bitcoin-reserves duiken onder de 2,6 miljoen Bitcoin. Wat betekent dit voor de koers? Ja, de Bitcoin-koers voorstelt om de belangrijke 60.000 terug te winnen. Ondanks de dalingen die de koers eerder opviel. ondanks de dalingen in de koers is er een opvallende trend: de Bitcoin-exchange-reserve neemt af. Dit betekent dat Wills steeds minder bereid zijn om hun Bitcoin te verkopen. Kan dit de Bitcoin-koers? Laten stijgen? Dat is dan ook de grote vraag. Uit de analyse van de CryptoQuant blijkt dat de Bitcoin Exchange reserves opnieuw een dieptepunt hebben bereikt. De reserves zijn gedaald naar ongeveer 2,6 miljoen Bitcoin. Vergeleken met een meer dan 3 miljoen Bitcoin in januari. Deze daling wijst op afname van liquiditeit op de beurzen. En dit kan natuurlijk ook weer voor veel verschuivingen geven. Zowel positieve kant op als natuurlijk de negatieve kant op. Want als er meer verkoopdruk is aan de bovenzijde en we hebben lage liquiditeit aan de onderzijde, kunnen ze hem dus ook lager drukken. Maar op het moment dat we natuurlijk aan de bovenkant veel minder zelfverkoopdruk hebben en er is veel bijdruk, ja, dan kan dit ook positief zijn voor de prijsontwikkeling naar boven toe. Maar het is dus wel belangrijk om te onthouden dat het niet per se een bullish of bearish signaal is. Uh, het betekent enkel dat er meer grote whales zijn die willen hoddelen, maar dus uiteindelijk niet de prijs gaan kopen of verkopen, bijvoorbeeld. Dus dat is wel even wat ik wil meegeven: dat het daardoor dus wel beide kanten op kan gaan. Want we hebben nu gewoon echt te maken met uh, short sellers en long buyers. Oftewel, deze persoon of deze partijen of deze liquiditeit zorgt wat meer voor de marktbeweging dan de spot exchange. Als we de coin Destroy, de CDD-metric van Bitcoin, vergelijken met de Bitcoin Exchange Reserve, zien we een interessante verandering. De CDD-metric die vernietiging van coin Days bij het uitgeven van oudere Bitcoins bijhoudt, is recent iets gestegen. Dit is een verandering ten opzichte van stabiele trend van eerder, waarbij lange termijnhouders hun coin niet actief uitgaven. Goed, dan zijn we aangekomen bij Bitcoin. Een nieuwtje nummer 2, namelijk Bitcoin Ethereum van BlackRock noteert een tweede miljoenen uitstroom. De Bitcoin-koers dook gisteren, en dit is natuurlijk een oud artikel, een hoogtepunt van deze week. Dook gisteren weer onder de 60.000 dollar, en daar hebben ze bij BlackRock ook last van gehad. Op 26 augustus noteerde de Bitcoin-ETF van BlackRock namelijk een uitstroom van 13,5 miljoen dollar. Daarmee heeft de ETF van BlackRock de tweede uitstroom ooit te pakken. Nu valt de uitstroom van 13,5 miljoen dollar natuurlijk nog wel mee. Nou, zeker als je bedenkt dat BlackRock inmiddels voor miljarden dollars in Bitcoin beheert. Overigens was de grootste uitstroom tot nu toe van BlackRock op 36,9 miljoen, oftewel 37 miljoen. Die dag was meteen ook de slechtste dag tot nu toe voor Bitcoin-ETF's. Want op 1 mei verloren de Bitcoin-ETF namelijk een totaalbedrag van 563 miljoen. Coinbase pioneert met AI naar AI-crypto-transacties. Coinbase CEO Brian Armstrong onthulde onlangs de eerste succesvolle cryptocurrency-transactie die volledig is uitgevoerd tussen AI-agenten op het platform. Wat een scharniersmoment, mankeert op de snijvlank van AI en de blockchain-technologie. De AI-agenten voerden de eerste crypto-transacties uit op Coinbase, is dan ook de titel van het verhaal. Gaan ook de AI dus zelfs deze. Ja, medewerkers overnemen. Dat zou zomaar dus is heel goed kunnen. En zo zien we wat voor impact AI op allerlei verschillende sectoren heeft. Onderzoek stelt dat bitcoin mining methaanuitstoot kan verminderen. Voor de rest ga ik hier de, niet dieper op in. De titel zegt al inmiddels genoeg. Wat ook heel interessant is: dat Cardano oprichter lanceert gedecentraliseerd social media platform in Brazilië na het verbieden van X titel is een beetje misleidend, want de oprichter van Cordano, Charles Haskinson, heeft een nieuw project aangekondigd met het doel een gedecentraliseerd social media platform in Brazilië te lanceren om de vrijheid van meningsuiting in het land te bevorderen. Oftewel, het is nog niet gelanceerd, maar hij is het van plan om dit project naar bevorderen te halen. En ja, alles stond dan ook in de week van de Cordano Chang Hard Waar het eerst weer natuurlijk gedelayed werd na 1 september, en wat het vandaag nu is, wordt Cardano Hardfork morgen een nieuws-event voor de Arakoers? Dat is dan ook een grote vraag. Nou, tot nu toe heb ik nog niks gehoord. Het is nu 1 september. Het zou vandaag moeten gebeuren. Maar het belangrijkste is in ieder geval de laatste hindernissen zijn opgelost. Na het laatste uitstel naar 1 september lijkt het erop dat dit de datum zal worden van de Chang Hardfork. En. Gaan dat zo zijn? Deze titel zegt namelijk Hart voor van Cardano Komt eraan. Genesis keys zijn verbrand. Dus dat is wel iets, iets positiefs. Dat was het lastigste natuurlijk. Maar ondanks dat er nog heel wat moet gebeuren voor de update, was het verbranden van de Genesis keys de belangrijkste hindernis. Zonder te veel details te benoemen, heeft Harkens laten we weten dat de bovenstaande poster de Genesis keys niet langer zijn. In handen zijn van de IOG. Ja, en Vitalik Buterin sluit speculaties over Layer 2 die geld stelen uit. Vitalik Buterin sluit speculaties over Layer 2's die geld stelen uit. Ja, een post op social media platform X heeft de CEO van Heliers gesuggereerd dat iedere grote Layer 2 technisch gezien geld kan stelen waarop Vital Beutelink duidelijk heeft dat dit helemaal niet mogelijk is. En deze discussie is uh, op Twitter ook dan, of op X, te volgen. Uh, je zou daar uh, nog eventjes heen kunnen gaan. Het gaat in ieder geval om het account van merthelius.dev. Uh, en ja, en hier is de hele discussie ontstaan, stuk per stuk, tussen ja, Vitalik en Mert. Ik ben benieuwd, uh, ja... Of jij hier bij Vitalik kan aansluiten. Mocht je hier in details in willen treden. Want het is best wel technisch. Hieronder in de link staat in ieder geval de omschrijving naar deze pagina. Waar nog even een voorbeeld wordt toegepast. Ja, en Elon Musk waarschuwt voor de val van de Amerikaanse economie. Bitcoin als redding is dan ook de grote vraag. En ja, dat gaan we zeker straks ook. Of straks dat gaan we nu meenemen in de koersanalyse voor Bitcoin. Het belangrijkste wat ik wil meenemen in de koersanalyse voor Bitcoin van vandaag. Is dat Bitcoin nu een prijs noteert van 58.161. En ja, deze week was niet positief. Deze week lijkt nu zelfs onder. De... ...de bullish engulfing van vorige week te sluiten. Maar we zitten nog steeds gevangen in een range. Zolang die bearish, of ja, nu printen we ook een bearish engulfing... ...zolang deze week niet gesloten wordt onder hè, de 55.700, is het nog oké. Okay. Is dit gewoon een consolidatie uh, en, en zou je kunnen zeggen dat we hier tussen blijven consolideren. Zolang we hier tussen zitten is het prima... En wil ik je wel gelijk benadrukken, zien we een weekly close onder 55.800 of 55.700. Ja, dan verwacht ik toch het plan wat we eerder in kaart hadden gebracht. Die hier zelfs nog staat. Dat we nog één tikje lager gaan. Ja, zou ik me heel goed in kunnen vinden. En hoe dat er dan ongeveer uitziet, is dan ook op deze manier. Aan de hand van een WXI-analyse dat we nog steeds richting die 47.000 of 45.000 zone. Oftewel in ieder geval deze blauwe box. Kunnen vallen, zodat we daarna ook een prachtige bullish divergentie hebben op de weekly. Uh, ja, dat is nog steeds van kracht. Tot die tijd uh, liggen alle opties nog op tafel op de weekly. Nou, voordat ik naar de daily ga, wil ik heel even kijken naar de monthly, Want het is 1 september, ja. En de monthly is ook niet positief gesloten gisteren. De monthly van, ja, de afgelopen maand vind ik niet positief. Rood, ook nog steeds overduidelijk, ja, mooi opkopen, maar dit is niet wat we zoeken. Je wilt bijvoorbeeld hier meer dat hij uh, weer sluit boven de 72.000. Dat was bullish geweest, maar voor nu zit er eigenlijk gewoon een beetje een echte monthly top in. Dus dat is zeker niet positief. Als we het nu hebben over de monthly candlestick. Goed, de weekly is dus ook heel erg spannend uh, wat hij vandaag gaat doen. En ja, dan ga ik ook gelijk naar de daily. To be honest, de daily vind ik ook niet positief. Als ik kijk nu naar de daily, hoop ik vooral dat we een double trap kunnen zien. Wat ik daarmee bedoel, op basis van de daily hoop ik eigenlijk dat we even die, 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 die uh, ja, push naar beneden kunnen maken richting de 57.000. Dan een ABC'tje up gaan maken en dan uiteindelijk een beetje op deze manier gaan bodemen. Op deze manier. Dit zou de laatste reden kunnen zijn voor Bitcoin. Op het moment dat hij dan ook wel die 55.700 verliest. Ja, dan eh, is het spijtig. En eh, kunnen we zeker verder naar beneden. Dat betekent ook dat ik hier nu toch een soort van triangle aan wil gaan koppelen. Op deze manier. En die zouden we hier in deze triangle zouden we dus nu ook kunnen zitten. Dat betekent, hè, zoals ik al zei, zolang het boven de 55 is, is het nog allemaal prima. Misschien kunnen we hem zelfs ietsje aanscherpen zo op deze manier. En zou kunnen zeggen: oké, okay, zolang we in deze range zitten, kan het nog zowel up als down. En niet een antwoord dat je wil horen, maar dit is wel um, in, in jippe Janneke taal zonder moeilijke tellingen en zonder dingen het beste hoe ik het kan uitleggen en dat betekent ook zolang we dus boven de 55 600 is kunnen we omhoog kijken maar zolang hij onder, onder de 64 is ook naar opbouw onder kijken komen we boven die 64 7 dan switch ik bullish dus dat is allemaal waar we naar moeten gaan kijken maar voor nu alles ogen gericht op de weekly closing van deze week uh, en ja dan neem ik je graag morgen of ja morgen neem ik je dan ook ja dat en then... Dan neem ik je graag dinsdag ook weer mee in een diepgaandere technische analyse voor hè, wat we deze week zouden kunnen verwachten. Voor nu de ogen gericht op de 55.000 en uh, zegt de 62.000. Zolang hij daar tussen is, zitten we dus zoals hier uitgetekend in een range. Alright, mocht jij deze video leuk en interessant vinden, smes de duimpje omhoog. Hè. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het aanwezig zijn bij deze video. Uh... Ik vergeet nog één heel belangrijk ding zelfs. En dat is namelijk nog even een shout-out naar de meme Games. De Meme Games ja, loopt af over 4 dagen. 21 uur en 21 september. Hier staat dan ook gelijk dat er een DEX-lancering komt op 10 september. Dus zou je hier nog mee aan willen doen? Dat kan zeker. Maar dit is wel je laatste kans. Tot in ieder geval 10. Of nee, tot uh, over vier dagen. Uh, vijf dagen afgerond. En ja, de 10e is er al de launch. Dus. Heb je hem nog niet aangeschaft, dan zou ik graag nog aan deze snelle flip mee willen doen. Ik zou zeggen, go check it out. Hieronder in de beschrijving staat de link. Maar nogmaals, ik wil je benadrukken. Doe goed je eigen onderzoek of je het interessant vindt of niet. Alright, thanks voor het intunen. Bye bye.